Nou, de temperatuur die komt tijdens de nachten alweer vaker in de buurt van het vriespunt. Dus moeten we ook weer oppassen voor gladheid op de wegen. En dat is toch ieder jaar weer eventjes wennen. We hebben allerlei vormen van winterse neerslag. In alle gevallen speelt de temperatuur, de luchtvochtigheid en ook de soort neerslag een grote rol. Voor gladheid door bevriezing moet het eerst wel een paar keer gevroren hebben. Ook al zien we rijp op het gras of zijn de autoruiten bevroren, wil dat nog niet zeggen dat het glad is. Op de wegen is dan meestal nog niets aan de hand, omdat er te veel bodemwarmte over is van de voorgaande zomer. Die straalt dan naar boven toe uit. En dat zorgt ervoor dat de wegen de eerste tijd nog niet bevriezen. Pas als de bodemtemperatuur op grotere diepte beneden de 8 graden is gedaald, dan wordt het tijdens koudere nachten oppas geblazen. En dan kan bevriezing van natte wegen namelijk steeds vaker toeslaan. Bij bruggen, en dan vooral stalen bruggen, viaducten en bijvoorbeeld ook fietspaden op palen, ontbreekt die bodemwarmte. Ze hangen als het ware in de lucht. Deze objecten worden makkelijker glad en zijn dan ook jaarlijks de plaatsen waar als eerste voor nachtelijke gladheid gewaarschuwd wordt. Wat later volgen de gewone wegen en de snelwegen en dan is het ook het moment aangebroken dat alle strooiploegen weer de weg opkomen. Zout heeft een vriespuntverlaagd effect, zodat het water bij enkele graden onder het vriespunt nog vloeibaar blijft en het dus niet glad wordt. Om het glad te laten worden, hoeft de weg overigens niet eerst nat te zijn. Als het wegdek sneller afkoelt dan de lucht erboven, kan het vocht uit de lucht neerslaan op de weg. Het wegdek wordt dan nat en als het verder afkoelt, dan kan dit vocht bevriezen en kan in eerste instantie droge weg toch glad worden, ook tijdens heldere nachten. Bekender zijn natuurlijk de vormen van gladheid als het wel eerst regent of hagelt of sneeuwt. Als het regent met temperaturen onder nul, dan vriezen de onderkoelde druppeltjes vast op alles wat ze tegenkomen. Dus ook op de weg. We spreken dan van ijzel en dan wordt het spek en spek glad. Natte sneeuw en hagel kunnen de weg korte tijd glad maken, maar verdwijnen eigenlijk meestal net zo snel als ze gekomen zijn. En als er sneeuw valt in combinatie met wegdektemperaturen onder het vriespunt, ja, dan blijft het natuurlijk liggen. Dan wordt het wit. En dan gaan de gladheidbestrijders met zout en sneeuwschuivers de gladheid te lijf. Bevriezing van natte weggedeelten is meestal de verraderlijkste vorm van gladheid, omdat het verschil tussen een natte en een gladde weg bij bevriezing bijna niet te zien is. Deze vorm van gladheid wordt dan ook wel black ice genoemd, omdat door dat heldere ijslaagje heen het asfalt gewoon nog te zien is. En op wegen waar dan nog geen zout gestrooid is, komt het dan al snel tot, oei, glijpartijen en ongelukken. Nou, het is voor de gladheidbestrijders dan ook zaak om die gladheid voor te zijn en op tijd te strooien. Kijk voor het weer voor de komende dagen en ook de kans op gladheid op weer.nl.